loop naar boven. En dan, oh, dat is wel echt heel leuk. Het schijnt ook een tijd door te werken daarna. Maar dat weet ik niet. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Want ik had eigenlijk een beetje mijn fiets vergeten. Verrassing! Ik baal, want ik vond het echt een leuk idee. We beginnen waar we eindigden. Zo'n trek hierin is hier eens dat ik een trek in op te doen. Goedemorgen, het is vrijdag. Stom, dat weet ik, want het is bijna weekend. Dus dat is wat ik zo moet kunnen zeggen. Ik begin even met mijn naadje verzagen voor school. En ben verder ook al klaar aangekleed. Ik vergeet weer af en toe mijn outfit te laten zien. Dat is niet de bedoeling. Maar nu vond ik het net leuk en daarna vond ik het ook iets minder leuk wat ik aan had. Zo. Verder met hartjes, want we zijn niet heel snel vandaag en we moeten wel op tijd de deur uit. Oh, het blijft hier trouwens ontploffen. Elke keer trek ik het recht en dan komt Marco weer met iets thuis. En dan is er weer al de speelgoed naar beneden genomen. Echt, hier, het ligt helemaal vol. I can't. Maar goed, even zelf snel mijn naantje eten en dan gaan we de deur uit. We zijn op tijd de deur uit, dat was nog even spannend. Deze kleine dame gaat naar school. Dat is wel weekend, ik ook. Ik ben weer thuis, alleen ik moet zo gelijk weer de deur uit. Dus nu even de spullen pakken die ik mee moet nemen. Oh, vergeet ik net weer namelijk. Ik loop naar boven om mijn handdoek te pakken om naar de fysio toe te gaan. En ik heb de was gesteerd, een was aangezet, weet ik veel wat allemaal gedaan. Echt van alles. Maar één ding heb ik niet gedaan en dat is een handdoek pakken. Dus ik ga jullie in mijn tas stoppen en dan ga ik een handdoek pakken, want ik moet over een paar minuten de deur alweer uit. Time to go en ik heb hem bij me. In ieder geval, ik pak al de handdoek van Sarah. Want dat is, die heeft echt van dat soort handdoeken. En anders heb ik een handdoek uit mijn badkamer. Maar die pak ik het liefst op de een of andere manier niet voor de visio. Die wil ik in mijn badkamer houden. Het zonnetje is trouwens echt lekker. Het weer is ook lekker, maar veel tijd om ervan te genieten heb ik vandaag niet. Want ik heb echt zo'n ren- en vliegdag. Het is eerst naar school, dan naar huis. Nou, dat heb ik nu gedaan. Naar de visio, dan terug. Dan heb ik heel even om thuis wat te doen. En dan, oh, dat is wel echt heel leuk. Oh, ik denk niet eens of ik goed in beeld ben. Zo, dat is denk ik beter. Oh nee, voor hooikoorts. Daar wordt trouwens heel wat aan gedaan, want ik werd opnieuw getaped. Daar ben ik heel blij mee. Maar goed, dan komt mijn moeder. Dat weet Sarah nog niet. Dan zetten we de lunch voor een gedeelte klaar. Alleen de dingen uit de koelkast dan nog niet. Dan ga ik Sarah halen. En dan, als we er bijna zijn, zijn mijn moeder laatste koude dingen even op tafel. Dan gaan we lunchen. Nou, dat is dus een hele leuke verrassing voor haar, dat oma er dan opeens is. Dan ben ik Sarah weer in de school, dan ben ik heel kort even weer. Dan moet ik het ophalen, dan moeten we naar zwemles. Dan weer naar huis, dan is het koken, dus echt. Nee, ik moet ook niet zeuren, want ik hou eigenlijk wel van als ik gewoon bezig ben. En ik heb wel kleine momentjes tussendoor even, dus dan is het goed te doen. Als je helemaal niet kan zitten of zo, is het wel vervelend, maar ik kan wel even een theetje drinken tussendoor. Dat kon ik overigens daarnet niet. Dat vond ik echt iets minder leuk. Ik had er zo'n trek in. Zeker in de ochtend. Het is gewoon mijn koffie. En ik denk, ik ga het gewoon niet redden. Eerder kan gezet hebben. Weet je, dat hij drinkbaar is. Dan moet ik al de deur uit. Dus, dan merkt het niet. Maar goed, ik ben blij. Ik word zo weer getaped. De hooikoorts werd nu wat erger. De pollen worden ook weer wat erger. Dus ik ben heel erg benieuwd. Of als ik nu tape, dat het dan weer goed blijft gaan. Vorige keer heb ik echt nagenoeg geen last gehad, maar de pollen werden ook vanaf het moment dat ik getaped had wel wat minder. Ze waren niet weg, maar ze waren wel minder. Dus, en nu ga ik tapen en gaan de pollen meer worden. Dus ik vind dit eigenlijk nog een betere test om te kijken in hoeverre het werkt.
Ik heb wel echt mega veel lovende verhalen gehoord van mensen en online gelezen. Dus ik hoop echt dat dit gewoon zeer succesvol is. Maar dat gaan we de aankomende week, anderhalf zien. Ik ben echt heel benieuwd. En het schijnt ook een tijd door te werken daarna. En waarom dat is, weet ik niet. Ze kunnen heel veel er nog niet mee verklaren. Maar het maakt niet uit. Als het werkt, dan werkt het. Ik ben weer getaped. Oh, het zonnetje is fel, maar wel echt heel lekker. En het stomme is, op het moment dat de tape erop zit, heb ik eigenlijk gelijk al het gevoel dat ik iets vrij adem. En dan heb ik echt zoiets, dat kan toch eigenlijk helemaal niet, want hoe kan dat zo snel? Maar ik heb het nu weer en ik had het vorige keer ook al. Dus ergens, schijnbaar, toch. Ik ben thuis, al 10 minuten of zo. Ik heb even thee gezet, ik heb mijn laptop aangezet. Want de vlog van gisteren had ik wel geëdit, maar niet gerenderd. Dus dat is ze nu aan het doen en ik ga echt in dit uurtje proberen zoveel mogelijk, voornamelijk kleine taakjes van mijn lijst te doen. Omdat die zeg maar de ruimte geven om dadelijk even te stofzuigen goed en zo. Even kijken, ik heb hier wel alles natuurlijk opstaan wat ik wil doen. Deze heb ik gedaan. En dan hoop ik dat ik het zo allemaal een beetje afkrijg. Ik heb nog een aardige lijst staan. Oh, ik ga weer van alles binnen. En zo ga ik even kijken wat ik allemaal wegkrijg. En dan is zo ook die eettafel, want er ligt nu ook van alles op. Wat opgeruimd worden. Wat ik had klaargelegd daarvoor. Die is dan dadelijk ook weer leeg. Dus dan kunnen we lunchen. Even door de herrie heen. Maar ik heb de tafel al klaargezet. Dan kunnen we zo wel gelijk lunchen. En we hebben het meeste tijd om gewoon te zitten. Mijn moeder doet dan het koude drinken nog klaarzetten. Of in ieder geval, in mijn geval, het hete drinken, de thee. En ik was nog bijna verder de naamkaartje geschreven. Maar dan kan ze niet van oma gebruiken. Oh, daar is oma. Ik ben op de fiets naar school gegaan. Het is zo stom. Ik had natuurlijk eerst last van mijn rug. En toen werd het glad. En dan was de school weer dicht. Dus ik was eigenlijk een beetje mijn fiets vergeten. En nu dacht ik, zo ben ik natuurlijk veel sneller heen en weer. Dus ik ga ze ophalen. En zijn we sneller terug. Ik ben zo benieuwd naar de reactie. Ik hoop dat ze niet al binnen is voordat ik het mis. Maar ik denk dat ze het wel echt zo verschrikkelijk leuk vindt. Jee. Nou, en ik ben er gezellig. Hi oma. Hallo, verrassing. Boem. Oh, boeitje. Hey. Vind je het leuk dat de kaarten zomaar staan? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Welke beker wil jij? De blauwe of de gele? Doe dan maar de blauwe. Een jasje mij uit. Verrassing! Vind je het leuk? Ja. Tijd vliegt. Ik kwam thuis, toen heb ik nog even met mijn moeder zitten praten. Die is net weggegaan en nu ben ik mijn spullen aanpakken. Oh, wat geklopt. Ik heb Sarah ondertussen opgehaald. Nadine stond net voor de deur. Die zegt, ik reed in de buurt van je huis, dus ik dacht dan lopen we samen naar school. Zij was dan met de fiets. Ik zeg maar, kak, ik moet met de auto, want ik moet door naar zwemles. Ze zegt, oh ja. Dus er stond nog heel even te praten. Ik zeg, anders fiets je even naar de parkeerplaats. Want ze weet waar ik altijd parkeer. Ik zeg, en dan lopen we vanaf daar verder. Dus dat hebben we gedaan. Het was wel even heel gezellig. Ik baal, want ik vond het echt een leuk idee. Ik hou daarvan als mensen zo spontaan er klaar voor staan. Maar ja, het kwam gewoon even niet uit. Zoals het bedoeld was. Maar het was alsnog leuk. En nu gaan we richting zwemles. En Sarah deed de tweede zwemles voor haar babyclub. We hebben geluk. De Slam Weekendmix is weer helemaal leuk, hè? Weekendmix marathon. Sarah zegt ook, wil de auto niet uit. Oh, de deur gaat nu open. Heel klein stukje dan nog. Nee. Ze baalde net dat ze het liedje niet af kon luisteren. Maar hij is wel lekker, inderdaad. We hebben gelijk weer de weekendmix. We beginnen waar we eindigden. Sarah heeft gezwommen en het ging echt een stuk beter dan vorige week. Dus ze komt helemaal blij naar buiten. En nu moeten we even gaan tanken. En tanken vermijd ik het liefst. Want mijn tankstel slaat nog steeds vacuüm. En niemand kan vertellen waarom. Dus dat gaan we even doen en naar huis eten. Ik heb honger. Jij? Heb je ook honger? Ja. Ja. Ik kan niet wachten tot het spaghetti klaar is. En deze keer zonder crème fraîche. Nee, er zit geen crème fraîche in. Ja, we maken hem om de week nu zo, hè? De ene week zoals jij hem het lekkerst vindt. De andere week zoals papa hem het lekkerst vindt. En ik vind het eigenlijk allebei wel prima. Ik ook.
Ik vind het ook allebei wel prima. Jij vindt het allebei wel prima. Jij hebt een voorkeur. Ja. En papa heeft een voorkeur. En ik vind het... Ja. Ik ben neutraal. Ik ben Zwitserland. Nou, we gaan het... Hier, daar gaan we weer. Kijk. Als ik hem draai... Zie je, hij slaat gelijk af. Dit is het tempo waarin ik tank. Ah. En soms krijg ik hem heel... Nee, dat is slim. Soms krijg ik hem net... Maar ik ga gewoon als een beetje bij de deur maken. Als ik hem dan zo krijg... Daarom sta ik mezelf in zo lang. Kom ik thuis, is mijn nieuwe tuinzet al binnen. Terwijl ik vanmiddag een mailtje kreeg dat hij de eerstvolgende werkdag zou komen. Maar het wordt echt gaaf. Dit is de eetset. En dan komt ook de loungeset nog. Oh, ons hele huis staat vol puin op. Gereed voor de tuin. Dit zijn de kussens, maar die moeten we nog verder in de hoezen doen. Dozen, piepschuim, stofzuiger, hier dozen, op tafel dozen. Maar ik kreeg de boodschap alweer binnen. Dus die ga ik nu opruimen. Ik heb een retourpakketje gemaakt voor mijn KPM-box. Want die stond er nog en heb ik van de week voor gebeld dat ik hem eigenlijk best wel graag wilde terugsturen. En ik krijg mijn tape er nu niet af. Maar goed, deze staat klaar. Die ga ik even, ja, of morgen of zondag, ik weet nog niet, dat we hem in ieder geval weg gaan brengen. Marco komt naar thuis. Die was even voor werk de deur uit en die was langs de Nisa. En toen heeft hij deze meegenomen. Lekker appeltaart. Die heeft hij niet zelf gebakken. De oven was heel lang kapot. En nu is hij weer in de oven. Dus die is elke keer helemaal blij weer aan het bakken. Dus die ga ik zo lekker even eten. En dan ben ik een steen aan het zetten. Het is ook al laat. Want ik heb al geëdit. En we hebben van die dozen al klein gemaakt. En nog niet naar buiten gebracht. Het ging heel hard regenen. Ik heb daar even heel veel zin mee in. Dus. Nou, het is wel heel veel af. Ik kan morgen zo naar buiten. Als het goed is, dan kan Marco het morgen op zijn mee. Want hij gaat morgen nog werken. Ik heb opeens een exotiek voor. Ik ga ook zo hierna naar bed hoor. Dus dat scheelt. Oh, ik ga deze echt proeven. Ik heb zo'n trek hierin. Ik wist niet eens dat ik er trek in had totdat ik het kreeg. Oké. Hij valt helemaal uit elkaar. En dan zijn ze vaak lekkers. Ach, lekker stil trouwens. Ik ben echt zo moe. Dus ik ga lekker naar mijn bed toe. En dat ruimt alweer. Echt stom als je ruimt. Maar ik niet. Met opzet is. Dus even snel de kamer omruimen. In ieder geval een soort van, het is te veel chaos. En zo geacht, dat had ik van de week ook al een paar keer. Dan ben ik heel de tijd bezig en energiek. En echt van het een op het andere moment denk ik, wees echt, ik wil zo slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei!